Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben na een jaar van lockdown ben ik wel toe aan weer het opnieuw kunnen reizen. Het opnieuw ontdekken van mooie culturen en het zien van nieuwe landschappen. Maar ik kan me ook voorstellen dat om nu een reis te boeken, dat nog steeds best spannend is. Wellicht enerzijds omdat u niet precies weet hoe de situatie te plaatsen is, de bestemmingen die wij aanbieden, maar ook wat er gebeurt op het moment dat die situatie kan gaan veranderen. Nou, de situatie te plaatsen die houden wij dagelijks in de gaten en die melden we ook op onze website. En ik kan u vertellen dat de situatie op dit moment daar eigenlijk beter is dan hier in Europa. En er wordt ook in een vergelijkbaar tempo gevaccineerd. Dus wij gaan ervan uit dat we vanaf 1 juli van dit jaar weer gewoon reizen kunnen gaan uitvoeren. Dat gezegd hebben, dan kan ik me nog steeds voorstellen dat u het spannend vindt om nu een reis te boeken. En daarom hebben wij onze versoepelde voorwaarden gewoon doorgetrokken. Daar gaan we gewoon mee verder. En dat betekent dat in veel gevallen u niet eens een aanbetaling hoeft te doen. En 5 weken voor vertrek kosteloos en eigenlijk zonder reden de reis kunt annuleren. In bepaalde gevallen dan geldt er wel gewoon een aanbetaling. Dat kan te maken hebben met vluchten, dat kan te maken hebben met bepaalde accommodaties of met bijvoorbeeld cruises. In dat geval communiceren wij exact zeg maar, wat de betreffende aanbetaling zijn en de bijbehorende reisvoorwaarden. En zodat u zelf kunt kiezen van of dat u die reis dan met die afwijkende voorwaarden en wil boeken, dan wel dat u daar alternatieven voor wilt nemen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, staat uitgebreid bij ons op de website beschreven. Dus kijk op www.sapapanatravel.nl. En dan hoop ik u binnenkort weer als een van onze reizigers te mogen verwelkomen en voor uw prachtige reizen naar Latijns-Amerika te mogen organiseren. Nogmaals, kijk op www.sapapanatravel.nl voor alle informatie.